Daar is Van Houten al. Nielsen. Amoura. Voor Lapoussin. Puertas. Nou, dit is een goede positie voor hem. Tijd voor een trap was er niet. Amoura dan maar. Mohamed Amoura. De duivel uit het doosje. Goede redding van Gaëtan Koeken. Goed tikwerk van Union. Altijd verraderlijk als je kan kruisen door een bos van spelers. De kans bestaat dat je dan de doelman op verkeerde been. Lapoussin voor Nielsen, die staat op te posten tegen Beets. Puertas, dit is gevaarlijk wat KV Mechelen betreft. Goede redding van Koeken alweer. Cameron Puertas duikt zo'n beetje geweldig afgewerkt in een klein gaatje. En net als tegen Gent aan de eerste paal. Dat gaatje tussen die paal en de doelman. Lapoussin, snelheid bij Union. Lapoussin te hoog voor Nielsen. Maar Lazar was er ook nog. Koeken. Altijd weer Gaëtan Koeken om de nul te houden. Goeie aanval van Union. Veel lopende mensen. Lapoussin zocht Nielsen. Het werd Lazar. En Plukken, nou die raakte die bal nog wat. Van Houten. Nielsen. Castromontes maakt de bal even vrij. Hier is Lapoussin. En Puertas aan de buitenkant. Lapoussin gaat zelfs een kans botsen de bal. Amoura! Altijd weer Mohamed Amoura. Het is geen verrassing dat hij sneller reageert dan eender wie. Snelheid is nu eenmaal zijn grote kwaliteit. En de 1-0 is een feit. Bal goed verlegd. Lapoussin heeft een trap. Nou, dan is het zoals zo vaak de aanvaller die sneller gevat reageert dan de verdediger. Mohamed Amoura. En Union met de voorsprong. Lapoussin, botsende bal. Dan ben je als verdediging vaak in een nadeel. Walsh, Schoofs. Hier is Walsh opnieuw. Maurice kan er nog net bij. Union brengt zichzelf hier een beetje in de problemen. Als even wakker te roepen. Het geeft ook wel aan dat KV Mechelen nog vol ten strijde trekt. Er is ook nog tijd uiteraard. De marge is ook maar één doelpunt. Lapoussin ernaast. Hier zit wat in voor KV Mechelen. Walsh. En Anthony Maurice met gebalde vuisten. Dit was de kans voor KV Mechelen op 1-1. Maar zo snel kan het dan gaan. Goed breed gelegd. En dan maar iets te braaf getrapt. Maar het siert KV Mechelen. Ze gaan voluit. Walsh opnieuw. Nu dan, Bill Antonio, nee, van de lijn gehaald door McAllister. Het zit KV Mechelen dan ook niet mee. Is er nog tijd voor KV Mechelen voor één kans? Nee, het is voorbij. Union wint zijn laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar, zijn zesde op rij. En wat een geweldige ongeslagen reeks. Oh,